We zijn vandaag bij AkzoNobel om te kijken hoe machine learning ingezet kan worden om corrosie in kaart te brengen. Peter, kun je mij vertellen waar deze week aan is gewerkt? Deze week is gewerkt aan het in kaart brengen van corrosielevels op basis van machine learning algoritmes. En wat is machine learning? Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die op basis van bekende resultaten dezelfde formules gaat afleiden. Die formules kan je dan vervolgens weer gebruiken om andere resultaten uit te rekenen. Peter Jans, kun jij iets meer vertellen over de toepassing waar ze deze week aan hebben gewerkt? Wat er deze week is gebeurd, is dat we een geomap hebben gemaakt waarin wij een voorspelling kunnen doen over de mate van corrosie in een bepaalde regio. Het meten van corrosie is voor ons heel erg belangrijk, omdat wij coatings produceren die daar een bescherming tegen bieden. Dus hoe beter ons inzicht is in de vorming van corrosie op een bepaald gebied, hoe beter wij daar met onze verf op kunnen inspelen in onze coatings. En hoe profiteren klanten hiervan? Klanten die zullen daarvan profiteren dat ze zeg maar een beter op hun situatie toegesneden advies krijgen over de coatings die ze het beste kunnen gebruiken om hun producten te beschermen. En hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Nou, ik wil heel graag innoveren met AkzoNobel. Een paar maanden geleden heb ik met Peter Jan gesproken. We hebben over de Run Live truck gehad. En we hebben die moment gepakt om daar iets moois van te maken. En dat is nu gelukt. En hoe is machine learning dan ingezet in slechts 5 dagen? Belangrijk bij machine learning is dus dat de dataspecialist kennis heeft van de use case. In dit geval zat de kennis van de use case in de US. Onze dataspecialist komt uit Denemarken. En zij hebben samen de formules opgesteld om dat machine learning aan de praat te krijgen. Blij met het eindresultaat? Zeker, we hebben een vrij eerste prototype gerealiseerd. Nu moeten we het gaan verfijnen om het voor productief gebruik goed te maken.